In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Wat houdt dat eigenlijk in, kinderarmoede in Nederland? En waarom lossen we het niet op? We zijn toch zo'n rijk land? Wat kunnen we er tegen doen? Wat kunnen we er tegen doen? Wat kunnen we er tegen doen? Tijd voor actie. Maar hoe? In de campagne Meisje met de Zwavelstokjes gaan 9 kinderen in gesprek met 8 invloedrijke volwassenen om zo meer inzicht te krijgen in hoe we armoede kunnen aanpakken. Want wij denken... Pas als je erover gaat praten... kan je het ook oplossen. Dan kunnen we iets veranderen. Kunnen we ook iets aanpakken. Hallo, ik ben Boet. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8. Ik ga zometeen Barbara Paasma interviewen. Zij is econoom, hoogleraar en werkt bij de Rabobank. Dat zijn heel veel banen. Ik ben benieuwd naar hoe het kan dat Nederland zo'n rijk land is, maar dat er toch armoede is. En wat een bank doet tegen armoede. Voor Barbara wist ik niet zo goed wat ik mee moest nemen qua eten en drinken. Dus toen heb ik een interview gekeken. En toen ben ik erachter gekomen dat ze er niet zo van houdt. Van dingen die helemaal heen en weer gaan naar landen en naar landen. En die vervolgens bij jouw supermarkt om de hoek komen. Dus toen ben ik bij mij om de hoek naar een bakker gegaan. En daar heb ik van alles genomen omdat ik niet wist of ze op dieet was. Of ze ergens allergisch voor was. En toen heb ik maar van alles wat genomen. En koffie leek me duidelijk, want het is dan vast in de ochtend. Hi, wat leuk om je te ontmoeten. Ja. Het is hier mooi, met een gezellige kaars. Rechts. Ja, rechts ga ik daar zitten. Dan pak ik even de koffie. Mag ik zeggen dat ik koffie eigenlijk niet zo lekker vind? Oké. Hou je dan van thee? Ja, dat zou ik heel lekker vinden. Oké, dat heb ik toevallig ook. Fijn. En wat neem je zelf? Zelf drink ik eigenlijk niks. Ik leef van de lucht, zegt mijn moeder altijd. Echt waar? Maar je moet wel wat drinken hoor, jongen. Ja, ik drink zo meteen wel wat. Ja? Oké. Dankjewel. Wij zitten hier in een door jou aangeklede tent met Lego, de koeken. Maar er hangt ook een plaatje van een motor. Wat zou je daar iets over willen vertellen, waarom je het opgehangen hebt? Dit betekent heel veel voor mij, omdat Boet van Dulmen heet hij. En ik heet ook Boet. Ja. En ik ben een beetje vernoemd naar hem. Ja. En... ik wou een keer een presentatie over hem houden. En toen wou ik hem interviewen. Dat is dit gesprek. Alleen dat kon niet, want hij had een tumor. En toen kreeg ik wel deze foto persoonlijk van hem ook gesigneerd. En voorbeeld van Boet heeft hij ook nog geschreven. Wow. En ik heb met hem kunnen bellen. Mm-hmm. En nu is hij pas nog overleden. En ik ben dus de enige in de hele wereld die deze foto heeft van hem. Met een signeer en met dit erop van Boet van Dulmen. Nu nog. Wat bijzonder zeg. Jeetje. En wat fijn dat je hem, dat je de moed had om hem te bellen. En dat hij jou toen ook dat cadeau heeft gegeven. Maar ook het feit dat jij... Hoe had je zijn nummer? Had je... Kon je daar... Ik heb mijn moeder die heeft via heeft ze gebeld. Ja. Maar nu zeg je iets hè. Jouw moeder, via, had jij toegang tot iemand die jij heel bijzonder vindt. Maar er zijn ook kinderen die hebben niet een moeder en via. En zo moeten we al onze via zijn contacten inzetten om ook andere kinderen te helpen om zo'n prachtige ervaring als jij nu met deze hele bijzondere foto. Wat een bijzonder verhaal. Ja, vind ik ook. Ja. Maar sorry dat ik jou iets vroeg. Je wilde eigenlijk mij allemaal vragen stellen. Nee, maakt niet uit. Maar u praat dus heel veel tijdens uw werk. Ja, ik heb veel overleggen. Maar gelukkig heb ik ook in mijn agenda doe ik dat altijd. Dat noem ik nadenktijd. Want ja, als je een nieuwe bank aan het opzetten bent, dan moet je natuurlijk ook heel goed nadenken. Wat ik doe, is dat nog wel het goede? Wat ik gisteren heb besproken, wat leer ik daar eigenlijk van? Wat kan ik anders doen? Dus ik heb in mijn agenda ook altijd elke dag
wel even nadenktijd. Dus u, soms dan denkt u heel erg na en soms dan zit u heel diep in overleg. Ja. En die afwisseling die is juist zo leuk. En daarom vind ik het ook leuk om meer banen te hebben. Want als hoogleraar, dus als ik lesgeef aan studenten, leer ik dingen die ik ook weer bij de bank kan gebruiken. En in weer andere banen leer ik ook weer dingen die ik steeds overal kan gebruiken. Dus ik ben daar, ik ben echt wel heel, ik bof heel erg dat ik dat allemaal mag doen. Weet jij wat jou gelukkig maakt, wat jij zou willen? Weet je dat? Ja. Ja? Wil je iets over vertellen? Gewoon in mijn vrije tijd gewoon voor met de Lego spelen. Dat maakt mij gewoon heel gelukkig, want dan heb ik mijn hele eigen wereld. Ja. En dan valt alles weg om me heen. En dan kan je al 15 keer mijn naam roepen, maar dan hoor ik je soms niet. Dan zie ik een foto van ik, die Lego, en dan heb ik het helemaal niet door, maar dan zit ik zo te Lego'en. En wat in het Lego'en maakt dat je dat zo ontzettend leuk vindt? Omdat ik het helemaal zelf mag bepalen hoe het allemaal gaat. En dan is er niemand anders die me iets kan zeggen. En dan doe ik alles helemaal zelf. Als je dat weet, hè, aan jezelf, dat je heel graag zelf wil bepalen wat je doet. Misschien, ik weet het niet, je kan ook nog veranderen als je ouder wordt. Maar misschien betekent dat later wel, voor als je gaat werken, dat je maar je eigen baas moet worden. Want dan kan je ook zelf bepalen wat je doet. Of een baan waarin je heel veel zelf kan regelen. Misschien is dat wel iets waar jij heel gelukkig van wordt. En dat bedoelde ik, dat je dat weet. Dus u denkt dat iedereen heel gelukkig kan zijn over zichzelf als hij maar doet wat hij zelf wil? Nou, als hij weet waar hij gelukkig van wordt. En dan natuurlijk, het zal niet altijd lukken om dan ook altijd maar te doen wat je zelf wil. Want je kan ook niet de hele dag Lego'en. Je moet ook gewoon naar school. Ja. Er zijn ook bepaalde dingen die je moet doen op een dag die niet zo leuk zijn. Dus je kan niet alleen maar doen wat je leuk vindt. Maar als je maar elke dag, of bijna elke dag, iets ook doet dat je wel leuk vindt. Dus denkt u dat de kinderen die in armoede leven in Nederland, dat die ook zo gelukkig kunnen zijn? Dat vind ik een hele moeilijke vraag die je daar stelt. En ik denk zeker dat als je in armoede leeft, dat je zoveel zorgen hebt, dat je misschien helemaal niet toekomt om na te denken over wat wil ik eigenlijk? Wat maakt mij gelukkig? En ik denk dat mensen uit de armoede moeten zijn, dus mensen, maar zeker ook kinderen, voordat ze die zorgen weg hebben en dat ze kunnen denken, wat wil ik eigenlijk? Want als je in armoede leeft en kinderen die in armoede leven, die hebben misschien zoveel zorgen dat ze onvoldoende tijd hebben of onvoldoende ruimte in hun hoofd, omdat die zorgen zo groot zijn in hun hoofd, dat ze helemaal niet kunnen voelen, kunnen weten wat ze eigenlijk willen, omdat die zorgen gewoon te groot zijn. Dus je hebt helemaal gelijk dat Ik heb nu makkelijk praten. Ik kan bedenken, ik heb geen zorgen over geld, want ik leef niet in armoede. Dus ik kan bedenken wat mij gelukkig maakt, wat ik wil. Maar kinderen die in armoede leven, die hebben veel minder die mogelijkheid. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we met z'n allen samenwerken om te voorkomen dat kinderen in armoede komen, dat hun ouders in armoede komen. En dat mensen in ieder geval genoeg geld hebben, dat ze niet die geldzorgen zo groot in hun hoofd moeten laten zijn. Maar hoe kan het dan? Want Nederland is zo'n rijk land, een van de rijkste landen van de wereld. Ja. Maar toch is er best veel armoede. Hoe kan dat? Nou, er is niet één reden voor. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Nederland is een ontzettend rijk land. Alleen hoe dat die rijkdom is verdeeld, die is ongelijk. En we hebben wel allerlei afspraken met elkaar gemaakt om die rijkdom te verdelen. Alleen die afspraken zijn niet altijd even goed. Neem bijvoorbeeld, we hebben belastingen die we betalen. En als je rijk bent, betaal je wat meer belasting. En als je arm bent, minder. En krijg je misschien wat van de overheid. Een uitkering of iets anders. Misschien moeten we dat meer doen. Moeten we meer van rijke mensen naar arme mensen brengen. Maar nog belangrijker is, denk ik, dat je mensen die wat minder geld hebben helpt om zelf meer geld te kunnen verdienen. Om zelf meer te doen waar ze gelukkig van worden. En
Daarom zou ik het niet willen zeggen dat je het hebt over alleen maar inkomen en geld. Al is dat heel belangrijk. Maar daarnaast juist mensen de mogelijkheid geven om zelf te gaan verdienen. Dat zou ik dan, dat is een beetje een moeilijk woord, maar kanskracht. Dus niet wat je kan kopen, niet koopkracht. Dus niet je inkomen, maar je kansen die je hebt om zelf dat geld te gaan verdienen. Want uiteindelijk worden mensen, blijkt uit heel veel onderzoek dat er is gedaan, het meest gelukkig als ze zelf kunnen bepalen hoe hun toekomst eruit ziet. Denk je dat jij, kan jij een beetje baas zijn over je eigen leven? Wat je zei als je legoot, dat je kan doen, wat kan bouwen wat jij wil. Ja. Maar kan je dat ook in de rest van je leven een beetje? Ja, heel erg. Ik kan dus ook zelf bepalen dat ik op voetbal zit bijvoorbeeld. En ik ben gewoon heel gelukkig over mijn leven, want ik mag zelf bepalen. Dus, ja. Maar dan geef je al een heel mooi antwoord, want jij mag zelf bepalen. En dat is precies wat ik bedoelde. Wij kunnen gelukkig best wel zelf bepalen wat we doen. Is het ook zo dat jij door wat je op school leert, doordat je van thuis leert, doordat jij van jezelf leert, dat jij vertrouwen hebt dat het wel goed komt in de toekomst met jou? Ja, ik heb heel erg vertrouwen. Ik weet zeker dat alles goed gaat komen wat ik ga doen. Maar weet je, dat, ik vind, daar word ik nou blij van, want dat is zo ontzettend belangrijk. En ik hoop dat die kinderen waar jij net naar vroeg, misschien zitten ze bij jou in de klas, die geldzorgen thuis hebben, die de zorgen van hun ouders voelen en die dat vertrouwen niet hebben, dat is het ongelooflijk belangrijk. Want dat we hen ook dat gevoel dat jij hebt, dat zij dat ook mogen hebben. En daarvoor moeten we eerst die geldzorgen weghalen. Praat jij daar wel eens over met kinderen in je klas? Ja? Ja, daar praat ik soms over. Het is best uitzonderlijk om erover te praten. Ja, maar ik vind dat het normaal moet worden. En ik vind toch gewoon dat het normaal moet worden en dat er vaak op school over gepraat moet worden. Want dat is de manier dat het normaal gaat worden. En dat er ook andere mensen er gaan kijken die er een rol in spelen. Ik denk dat het vooral zou helpen als andere kinderen er ook beter over na gaan denken. In plaats van gewoon er niet bij stil te staan. Want dan ben je misschien wel zelf heel blij. Maar denk ook aan de andere kinderen om jou heen. Dus dan sta jij rondom de tafel, ben jij helemaal blij. En doet dat kind misschien ook mee. Maar wat nou als hij geldzorgen heeft en voelt zich de hele dag ongelukkig? En je ziet dat hij niet zo ongelukkig is. Vraag dan wat is er? En vraag dan hoe het met hem gaat. En dat gaat nu ook heel goed in mijn klas. Wat een fijne klas heb je. En ook dat, hè, doordat jullie elkaar die vragen stellen. Maar ik denk dat je, als je dit uit jullie klas haalt en naar, zeg maar, de maatschappij brengt, dan denk ik dat wat jij nu zegt, hè, dat je erover kunt praten, dat je je zorgen mag delen, dat het geen schande is om geldzorgen te hebben, om arm te zijn, om in armoede te leven. Dat we dat ook als maatschappij veel meer die verhalen moeten vertellen. En speelt een bank daar een rol in? Speelt een bank een rol in die armoede, in die geldzaken? Ja, ik vind dat elk bedrijf en ook een bank mede verantwoordelijk is. Dus ook een rol moet hebben als het gaat om het tegengaan van kinderarmoede of armoede. Want uiteindelijk denk ik dat was dat woord kanskracht waar we het eerst over hadden. Dat uiteindelijk het grootste goed is dat een kind kan hebben. Dat je je krachtig voelt en veel kansen hebt om strakjes, als je je school af hebt en je gaat werken, te denken, dit kan ik. Ik weet wat ik wil en ik kan het voor elkaar krijgen. Als je dat gevoel hebt, dan ben je volgens mij, kan je ook zelf het geld gaan verdienen en hoef je niet arm te worden. En wat vindt u er nou van dat er nog steeds kinderen zijn die niet hun verjaardag kunnen vieren? Die geen cadeautjes kunnen openen op hun verjaardag. Wat vindt u daarvan? Nou, daar word ik ongelukkig van. Dat doet pijn. En dat maakt ook dat ik denk, wat kan ik zelf doen om dat te voorkomen? Wat kunnen we anders doen in Nederland om dat te voorkomen? En dan probeer ik met al die verschillende banen die ik mag hebben, probeer ik daar een bijdrage aan te leveren. Maar het is wel hartstikke moeilijk. En daarom denk ik dat het erover hebben, wat wij nu doen in dit interview dat jij afneemt,
dat dat al een heel erg belangrijk begin is. Maar zeker niet genoeg. Nee, niet genoeg, denk je? Nee, want alleen erover praten, daarmee is er nog geen nieuw beleid. En we hebben een overheid, een kabinet, de regering, die zal toch echt ander beleid moeten gaan voeren om te zorgen dat in de toekomst er veel minder kinderen in armoede leven. Sommige kinderen die groeien op in een gezin waar geen Nederlands wordt gesproken. En als je dan naar school gaat en de les wordt gegeven in het Nederlands, dan kan je maar weinig van die les volgen. En wat jij en ik kunnen leren dan gedurende de dag op school is voor hen veel minder bereikbaar. Dus zo krijgen ze een achterstand. Dus ik denk dat het ontzettend goed zou zijn als we voordat de school begint, als je 4 bent, al een, laat maar zeggen, een voorschool hebben waar kinderen die, juist kinderen die de taal thuis niet leren, die niet Nederlands leren, dat je die daar al helpt om in ieder geval genoeg Nederlands te hebben geleerd om als ze eenmaal naar school gaan, de les net zo goed kunnen volgen als jij en ik dat hebben gedaan. En dat is een manier, niet de enige manier, maar een manier om die kinderen meer kansen te geven dan ze zouden hebben als ze niet naar zo'n voorschool gaan. En hoe gaan we de ouders van die kinderen helpen met misschien een opleiding of misschien wat andere hulp om een baan te krijgen? En uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste, dat we mensen in armoede helpen om een baan te krijgen waarmee ze genoeg verdienen, zodat ze niet die armoede ervaren. En daar kunnen we echt nog veel meer doen met z'n allen. Dus je kan de kinderen helpen, maar je moet ook hun ouders helpen. Dus iedereen een gelijke kans geven? Ja, dat, nou heb je hem. Dat is het allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste dat iedereen gelijke kansen heeft. Mensen zijn niet gelijk. Hè? Jij en ik zijn niet gelijk. Iedereen verschilt, heeft andere voorkeuren, andere talenten. Maar je moet wel gelijke kansen hebben om de talenten die je hebt te kunnen benutten. Uiteindelijk gaat het daarom. Wat mooi, kansengelijkheid. Kanskracht. Kansgelijkheid. Ja. Iedereen kan iets doen om een kind te helpen. Als je je hand maar uitsteekt en als je maar ernaar wil luisteren, als je maar wil zien dat sommige kinderen het moeilijk hebben en hen wil helpen. Zoals jij in je klas doet. Altijd helpen. Ja. Als we elkaar helpen, worden we samen sterker. Vind ik mooi. Ja. Mooi gezegd. Dank. Nou, bedankt voor het interview en pak nog wel wat lekker van haar huis. Heel graag gedaan. Dank je wel voor het gesprek en voor dit lieve, lieve gebaar. En ik ga heel graag een stukje speculaas nemen. Ik heb geleerd om armoede op te lossen door bijvoorbeeld een keer lief te zijn. Door te vragen of je iemand kan helpen. Of door een keer de belasting op te heffen. Ik ga er nog meer over praten en nadenken. Nadenken hoe het zit. Dat die mensen in armoede kunnen zitten. En kijken wat ik er tegen kan doen. Mijn tip voor andere kinderen is veel erover praten. Want veel kinderen die praten er niet over.